tijd dat je een paard op suikerklontjes, mais en wat wortelen kon laten presteren is echt verleden tijd. Goede voeding is heel belangrijk en Rob van Oorschot uit Berghem weet daar alles van. Nou, voeding is voor lieve alleen maatwerk geworden. He, je hebt dus voor felle paarden voer waar ze minder fel van worden. Je hebt voor luie paarden heb je voer waar ze fel van worden. En je krijgt hele toegespitste producten voor fokkerij, voor jonge paarden, voor veulens bij de moeder. En zo is dat een heel gespecialiseerd pakket geworden. Nou, Brok is aanvankelijk was het standaardvoer. Daar hebben ze alle mogelijke varianten in gemaakt. Maar dat van oudsher werd er alleen brok gevoerd. En daar is verliefdelee muesli bijgekomen. Muesli is een mengeling van granen met lucerne en een vitaminebrokje. Vroeger was een muesli nooit gevitaminiseerd. Dat was altijd een bijvoer. Het werd dus bij brokken gevoerd. Tegenwoordig kun je een muesli gewoon makkelijk alleen als muesli voeren. Omdat die gevitamineerd is en het paard in het totaal onderhoud voorziet. En dan de derde is lucerne. Dat is een eiwitrijk product. Dat geeft darmflora. Dat is goed voor de structuur. Zorgt dat het paard rustig eet. Goed koud. Waarvan veel speeksel gemaakt wordt. En in de maag van het paard terechtkomt. En dat de vertering heel erg bevordert. Het paard zou gemiddeld 2 kilo voer per dag moeten krijgen. Om de juiste hoeveelheid vitamine binnen te krijgen. En dan heb je natuurlijk in een basisbrok zit iets minder vitamine in en andere vitamine in dan in een wedstrijdpaardenbrok. Maar dat basispakket, de kern noemen ze dat, die is zo gemaakt dat als een paard zeg maar 2 kilo voer per dag krijgt, krijgt hij voldoende vitamine. Heb je een heel fel paard, zal hij met een wat gewonere brok uit de voeten kunnen. Maar een paard wat bijvoorbeeld een beetje gemotiveerd moet worden, is daar dus een brok voor, ja, een beetje, noem het maar, vliegtuigbenzine. Omdat wij zelf natuurlijk ook paarden hebben, paarden rijden, onze zoon rijdt nog, kun je wel makkelijk antwoord geven als mensen met een specifiek probleem komen. Dan kun je ze gelijk zeggen van nou, ik weet bijna zeker dat het daar en daarin zit. En als je dan dat probeert, moet het beter worden. Er wordt wel continu onderzoek gedaan, zeker door de grote merken. Een product wordt minimaal zo'n jaar of anderhalf jaar getest. Dus er wordt ontzettend veel geïnnoveerd in paardenvoer op dit moment.